Ons bid nou speciaal een gebed van genezing oor jou in die naam van Jezus Christus. Ik zet mijn geloof samen met jouw geloof voor een radicale, bonatuurlijke genezingswonderwerk nou in die naam van Jezus, wat inskop die genezingskracht van Jezus, wat op hierdie oomblik radicaal werk in jouw lichaam door die bloed van Jezus, wat vloei door jouw lichaam, gezonde bloed, rein bloed. Here, ons vraag is wat die woord sê, door die bloed van Jezus op die kruis, het daar voor ons genezing gekom. Jy ons seën hierdie lichaam. Jou lichaam is geseën. Jou lichaam is die tempel van die Heilige Gees. Jou arms, jou bene, jou ledemate, jou organe, jou bloedsomloop, jou asemhaling, jou senuweestelsel, alles is geseën in Jezus naam. Elke greintjie, elke selletjie van jou lichaam is geseën in Jezus naam. Elke selletjie is kalm en rustig, want is een goddelike selletjie wat deur die Here self geskape is. En daarom spreek ons gezondheid, genezing oor elke selletjie. Jou lichaam van kop tot tone is geseend met gezondheid. Heer, ek dankie dat ons ons lichame kan oppas en ons lichame kan vertroetel as geskenke uit Godse hand. Seën my lichaam, Here, jy bid het saam. Seën my lichaam. Dankie dat ek my lichaam kan gebruik as een instrument tot eer van U, as ek een naal om U liefde te versprei. Wanneer ek my arms om iemand slaan en een drukkie gee, dan is het Godse arms van liefde wat uitreik na die mensdom. My lichaam is een instrument tot eer van God. Geseend is jou lichaam in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Geest.